Hallo, welkom. Ik ben Leni en vandaag kijk ik graag nog eens naar beide energieën in de connectie in onszelf. Mannelijke en vrouwelijke energie, hogere mannelijke en vrouwelijke energie, de kosmische energieën. Vandaag alweer via de Muse Tarot. Vorige keer heel fijne reacties opgekregen. Het zijn heel kleurrijke, heel vrolijke kaarten. We gaan eens kijken wat er wordt uitgewisseld in de energie. Meegevend ook dat we beide energieën in ons hebben. Ik heb een aantal reacties gekregen vorige keer. Vrouwen die zich vooral in de mannelijke energie herkennen, mannen die zich in de vrouwelijke energie herkennen. Ik ga hier rechtsboven een linkje plaatsen naar een video die ik een tijdje geleden heb opgenomen over inderdaad die mannelijke en die vrouwelijke energie. En hoe je dat kan interpreteren in jezelf en in je relatie of in je connectie of je zielsconnectie. Ik zal ook een linkje plaatsen onderaan de video in de beschrijving naar de afspeellijst. Alle video's die ik heb opgenomen rond de zielsconnectie, het helingsproces, waarom bepaalde dingen nodig zijn en hoe je daarmee om kan gaan. Dus die link vind je daar ook. We gaan eens kijken wat er op dit moment belangrijk is of wat er wordt uitgewisseld. Nu, ik heb het gevoel dat er vanuit de mannelijke energie heel veel helende energie wordt gestuurd. Ik weet niet of dat specifiek is naar de vrouwelijke energie, maar ik heb de indruk, misschien eerder wel vanuit een aardsere energie, maar dat er vanuit de mannelijke energie wel een soort van hulp wordt aangeboden. Misschien is dat beter omschreven. Het is alsof er vanuit de mannelijke energie een bepaalde zachtheid naar voorkomt. Alsof er wordt gezegd, ja, ik ben aanwezig. Ik ben er voor jou. Ja, dat kan je voelen in jezelf, dat je vanuit je mannelijke energie dingen makkelijker kan aanpakken. Vooral als het gaat om praktische zaken. Of dat kan wel zijn dat je dat voelt, hè, in de energie, in je connectie met de ander. Dat de ander zich openstelt of dat je misschien bepaalde boodschappen krijgt. Of dat je in dromen bepaalde dingen merkt. Dat de ander zich zachter opstelt. Jou wil helpen of toch in de buurt is. Zodanig dat jij vanuit je vrouwelijke energie dan je een stukje veiliger voelt. Dus een, vat het wel samen als een helende energie die vanaf de mannelijke energie afkomstig is. En dat vooral is omdat we vanuit onze mannelijke energieën iets meer rust hebben gevonden. Oké. Eerst even kijken de energie algemeen. Beetje van waar we komen, wat er op dit moment belangrijk is en waar we te veel naartoe gaan. Het proces algemeen in 3 kaartjes. Allereerste kaart. De 7 van inspiratie. Dat is eigenlijk de 7 van staven. Dus de afgelopen tijd hebben we onszelf een beetje teruggevonden. Meer gezorgd voor onze eigen energie. Onze eigen energie ook teruggevraagd. Een 7 energie is voor mij een beetje een spirituele energie. Dus dat we dat inzicht hebben gekregen. Wat ons vermoeid maakt. Waar we onze energie niet meer aan willen geven. Dat we vooral onze energie aan onszelf willen geven. En ik voel daar heel erg het hartchakra ook bij. En bepaalde emoties toch. Alsof dat we door bepaalde dingen geraakt zijn. En dat misschien toch een vorm van verdriet. Of op zijn minst teleurstelling. In anderen vooral dan blijkbaar. Dat we op dat punt zijn gekomen dat we hebben gezegd, oké, nu gaan we voor onszelf zorgen, nu gaan we voor die dingen kiezen die voor ons belangrijk zijn. En ik vind dat een heel belangrijk iets, ook in de zielsconnectie. Eerst zorgen voor jezelf, zorgen dat jij die dingen hebt die voor jou belangrijk zijn, dat jij je energie verdeelt
of geeft aan de dingen waar je iets van terugkrijgt. En ja, dat je op die manier voor jezelf zorgt. Op dit moment de 6 van inspiratie. Dat is voor mij de kaart van succes. Dus we hebben iets overwonnen. Of vanuit de zielsconnectie tussen beide energieën. We zijn ergens overheen. Vooral de spanning en de stress die we hebben gevoeld. De oneenigheid die er misschien is geweest in een bepaalde verbinding. Daar zijn we doorheen. Dus we komen in een bepaalde rust. Maar dit is voor mij ook beweging. Vooruitgang. Het zou kunnen dat we al een beetje resultaat zien, maar ik denk dat dat vooral in ons gevoel zit, want we hebben hier 2 keer vuurenergie. Dus dat wil wel zeggen dat er heel veel aangewakkerd wordt, dat er heel veel in beweging wordt gebracht. En dat, ik krijg hier vooral ideeën bij, dat we de dingen leren anders te bekijken en dat dat ons net op andere ideeën brengt of op, dat we leren om de dingen anders aan te pakken. Eerst even naar een andere, nog een derde kaart. Waar het ons eventueel heen kan of mag brengen. Nog een keertje schudden. De duivel. Zeer interessante kaart. Dat ik eventjes bij stilstaan. Want we hebben hier iets overwonnen. We zijn meer in onze eigen kracht komen te staan. Ook in de connectie. Vanuit onze mannelijke en vrouwelijke energie. En dan komt die duivel. En dat is ten eerste de kaart van de passie. Maar daar waar we in het verleden misschien toegegeven hebben aan bepaalde relaties die niet zo gezond waren. Dus die kunnen terug opduiken. Dat kan zijn dat je bijvoorbeeld terug contact krijgt met iemand uit je verleden. Het is een beetje een test of een uitdaging. Misschien meer een test. Van geef jij nog toe aan het oude, aan hetgene wat eigenlijk tot het verleden hoort. Maar ik voel hier heel erg bij dat onze intuïtie belangrijk is. Het aanvoelen, dat we nu hebben geleerd om te voelen wat voor ons goed is. Dat we heel sterk in verbinding staan met onze spirituele kant. Of met het universum. Dat ons wil laten voelen wat voor ons nu belangrijk is. Hè, met die succeskaart. Dus we hebben een bepaald inzicht gekregen. We hebben iets verworven. En dan is het eigenlijk mooi dat die duivel komt. Want ook al is het dan misschien niet fijn om met dingen uit het verleden geconfronteerd te worden. Ik zou zelfs durven zeggen, ga die confrontatie aan. Ga een gesprek aan. Duw het niet zomaar weg. Hoeft niet een persoon te zijn. Dat kan een gewoonte zijn of iets. Een bepaald verlangen wat terug in jou opkomt. Iets waarvan je weet dat het eigenlijk niet gezond is voor jou. Maar waar je nog even naar mag kijken. Om dan te zeggen, nee, dit is niet meer voor mij. Dit hoort eigenlijk niet meer bij mij. Dit gaat voor mij eigenlijk allemaal om waar geef je je energie aan? Waar zit jouw passie? Durf jij je eigen passie te volgen? Dat wat echt van jou is? Laat je je nog verleiden of in verleiding brengen tot andere zaken of door andere mensen? Durf jij voor datgene te gaan wat eigenlijk nu belangrijk is? Wat compleet van jou is. Of pas je je toch nog aan anderen? Of ga je toch weer voor dat oude stukje? Nu volgens mij gewoon niet. Ik denk dat het eerder een beetje een afsluiting is van dingen uit het verleden. En dat we nu eindelijk kunnen zien dat niet voor ons is. Dat vooral niet de manier is waarop we dingen kunnen aanpakken. Dat we nu hebben geleerd om voor onze eigen energie te zorgen. Dat we nu ook voelen dat dat opbrengt. Dat dat resultaat geeft. En dat we daardoor makkelijker nee kunnen zeggen. En dat we daar nog eens mee
mogen geconfronteerd worden, maar op een positieve manier. Omdat we zouden kunnen zien dat dat echt verleden is en dat we daar sterk genoeg voor zijn om daar nee tegen te zeggen of om daarmee om te gaan. Hè? Als het dan op een of andere manier toch nog in ons leven mocht zijn, dat we daarmee kunnen omgaan op een, voor zover het kan, gezonde manier. Dat is het overwinnen. Misschien voor sommigen het definitief overwinnen, bijvoorbeeld van een verslaving of een minder fijne gewoonte. Het doorbreken of het definitief doorbreken bijvoorbeeld van een relatie, omdat je voor je eigen energie hebt gekozen. Dat kan ook zijn dat je bijvoorbeeld van job verandert of gewoon iets doet wat voor jou gewoon beter is. Of dat je iets stopzet wat eigenlijk voor jou nooit echt goed is geweest. Dat kan ook een manier zijn van relaties opbouwen. Dus dat je kiest voor een andere aanpak. Omdat je tot inzicht bent gekomen en het doet vanuit je eigen energie datgene wat je op dit moment bereikt hebt. Oké. We beginnen even bij de mannelijke energie. Niet te vergeten de hogere mannelijke energie. Hè, dat is het bewuste stukje. Dat stukje dat in contact staat met ons hogere zelf, onze kosmische energie. Dat ons helpt om die stukjes te helen in onszelf. Zodanig dat we volledig in evenwicht komen. Ik heb het alweer heel erg warm, heel vaak bij deze video's. Oké, de algemene de energie voor de mannelijke temperance, gematigdheid. Jullie weten het, als ik spreek over hem of over hij, dan heb ik het over de persoon die handelt, voelt, spreekt, dingen onderneemt vanuit die mannelijke energie. Gematigdheid. Dus hij zit in een rustigere energie. Iets wat hem helpt om ook die vrouwelijke energie wat meer toe te laten. Wel mooi, eigenlijk. Want dat is het evenwicht, het yin-yang evenwicht, dat hij steeds meer voelt. De 9 van inspiratie, van vuur, dat is een bepaalde voorzichtigheid voor mij. Hij die voorzichtig is, nog even afwacht, een beetje de kat uit de boom kijken. Hij heeft een hele weg afgelegd en hij heeft nog even de tijd nodig om zijn energie terug op te bouwen. Dus hij neemt nog een beetje een afwachtende houding aan in zijn eigen stukje. Hè? Van even kijken wat er gebeurt, wat ik daar verder mee kan doen vanuit dat evenwicht. En dat vind ik best wel mooi. Dat hij eigenlijk op een heel rustige manier, want de mannelijke energie wil eigenlijk zo snel mogelijk van punt A naar punt B. En deze kaarten geven eigenlijk aan dat hij wat afwachtend is. Dus veel meer geduld wat aanwezig is. En de derde kaart, justice, gerechtigheid. Dit wil voor mij ook zeggen dat hij zijn ware zelf wil laten zien. Heel mooi weergegeven op deze kaart eigenlijk. Hè? Het ware gelaat hè, wat zich laat zien. Maar hij die zichzelf vooral wil zijn. En daar waar hij waarschijnlijk in het verleden zich heeft aangepast, zijn eigen energie heeft weggegeven, zichzelf niet kon zijn, wordt alles nogmaals in evenwicht gebracht. Dit is een kaart die aangeeft dat hij een karmische les heeft geleerd, dat hij een les heeft geleerd, dat hij tot een bepaald inzicht is gekomen en nu veel meer voor zichzelf gaat zorgen en er ook voor gaat zorgen dat hij datgene krijgt waar hij recht op heeft. Supermooi. Het zijn eigenlijk voor mij 3 kaarten die aangeven dat het wel een vermoeiend iets is. Dus hij zit nog een beetje in een vermoeiende energie, maar wel in een heel kalme energie. Zich heel erg bewust van wat er is gebeurd, waarom de dingen zijn gebeurd. Dus hij komt tot bepaalde inzichten en dat gaat ervoor zorgen dat er bepaalde dingen gaan gebeuren in zijn leven, waardoor hij
meer het gevoel gaat hebben dat hij echt datgene krijgt waar hij recht op heeft. Oké. Dan, hoe kijkt hij naar de vrouwelijke energie? Of naar zijn eigen stukje in de vrouwelijke energie? Of in de verbinding? Alweer een vuurkaart, de vijf van vuur. Daar voelt hij toch nog een beetje spanning. Het maakt hem wat nerveus. Hij heeft blijkbaar ook de indruk dat zij eerder wat nerveus is. Niet goed weet hoe ze hem moet benaderen of ze hem wel wil benaderen. Zij is bang voor misschien eventuele ruzie of een bepaalde confrontatie. Bang dat een bepaald contact net niet goed zal verlopen. Dat bepaalde spanningen naar boven zal brengen. Ik voel een bepaalde emotie hierbij aan zijn kant. Ik voel hem enorm in zijn gevoel. Ook met wat spijt. Of dat hij af en toe toch heel erg gefocust is op de dingen die verkeerd zijn gegaan in het verleden. En dat hij dan eerder bij haar voelt dat zij vanuit een gespannen houding zich nog niet durft open te stellen op dit moment. En dat hij van daaruit probeert toch ergens een bepaalde rust uit te zenden. Om haar te laten weten van, hey, alles is oké. Dit is een beetje een uitdaging in de zielsconnectie. Om te leren omgaan met spanningen. Om discussies, om dingen uit te praten, om dingen niet te laten zijn. En dat is iets wat blijkbaar op dit moment wordt doorbroken. Daar waar voorheen, na een discussie of een ruzie of een oneenigheid of een bepaald iets, dat er afstand werd genomen en dat er werd gezwegen en dat er niet meer over werd gepraat, omdat beide partijen of een van beiden gewoon afstand nam. Daar is iets in aan het keren. Daar is iets in aan het veranderen. En dat komt blijkbaar vooral omdat hij zich emotioneel wat meer openstelt, wat meer in dat zachtere stukje komt. Dus ik zou zeggen aan alle personen die zich straks meer in de vrouwelijke energie herkennen, wees niet gespannen, laat dat ook een stukje los. Stel jezelf open, je hoeft niks te doen, je hoeft geen contact te zoeken, maar zorg wel dat je vanuit je hart open staat, dat je niet bang bent voor een discussie of een ruzie of weer de alomgekende problemen, want er is iets veranderd, er is iets verschoven en dat is positief. Dus het zal niet meer zijn zoals voorheen. Er is ruimte voor gesprek. Ruimte voor gesprek, maar dit is vooral vuurenergie, dus dan komt het toch ergens voort vanuit een bepaald gevoel. En je zou dan kunnen zeggen vanuit een bepaalde passie, maar ook vanuit een bepaald verlangen. En dan zou je kunnen zeggen dat alle zaken die in het verleden zijn gebeurd, of daar waar er afstand is genomen door de ander, dat eigenlijk kwam door een enorme aantrekkingskracht. En dan tegelijkertijd die botsing. Die twee energieën die gaan botsen. Dat er een bepaalde angst werd gecreëerd, omdat de aantrekkingskracht zo groot was op dat moment en nog steeds is waarschijnlijk. Alleen wordt daar nu anders mee omgegaan. Ik hoop dat jullie nog kunnen volgen op dit moment. Hoe staat hij in de connectie? Nogmaals een vuurkaart. 3 van inspiratie. Dat is echt het afwachten. Kijken wat er gebeurt. Wel dingen ervaren in zijn eigen leven. Dingetjes ondernemen. Maar in de connectie zelf even de dingen laten zijn. Kijken hoe bepaalde dingen inderdaad bewegen of net niet bewegen. Wat er misschien zelf naar hem toe komt. Ik heb niet het gevoel dat hij echt wacht op een bepaald bericht of zo in het aardse, maar eerder een gevoel of een inzicht of
een aanvoelen, hè? Intuïtief of via telepathie, van ja, hoe staat de ander daarin? Dus zeer opvallend dat de persoon vanuit de mannelijke energie heel erg vanuit het gevoel handelt, maar ook blijkbaar ook al vanuit zijn intuïtie en hoe hij de ander aanvoelt. En dan nog een boodschapje vanaf zijn hogere zelf. Waar is hij zich niet bewust van, maar wat is op dit moment wel belangrijk in zijn leven? Oké. De twee van munten. Evenwicht vinden, meer in het aardse, aarde-energie. Dus voor hem is het eigenlijk zeer goed dat hij het rustig aandoet. Dat hij van moment tot moment leeft, kijkt wat er voor hem belangrijk is, iedere dag. En van daaruit dan verder handelt, ook in de connectie zelf. Dus als je je meer herkent straks in de vrouwelijke energie, weet dan dat hij vooral eigenlijk iets aan het opbouwen is, maar ook bepaalde keuzes maakt. Voor zichzelf aan het uitmaken is waar hij inderdaad zijn energie aan wil geven en wat hem uiteindelijk kan leiden tot of kan helpen om succes te hebben in iets. Of iets tot een goed einde te brengen. Misschien zelfs iets te overwinnen. Bij hem krijg ik heel sterk die overwinning. Het overwinnen van... dat zijn vooral die donkerdere stukjes in hemzelf. Hè. Nu, dat hebben we allemaal in ons. Durven te kijken naar zijn schaduwkantjes. Hè. En datgene overwinnen, dat is eerst accepteren en dan zeggen, ja, oké, dit is een stukje van mezelf. Het is wat het is. En dan van daaruit meer in het licht gaan staan. En dat is waar hij op dit moment in zit. Van wat is er dan belangrijk voor mij in mijn leven? Is dat mijn werk? Is dat mijn sociale leven? Is er misschien een verandering nodig op werkvlak, op sociaal vlak, op financieel vlak? Al die zaken. Dus hij is vooral bezig met evenwicht vinden. In zichzelf, in zijn eigen leven. En vanuit een bepaalde rust. Niet onbelangrijk. Oké. Voor haar de vrouwelijke energie. De hogere vrouwelijke energie, universele vrouwelijke energie. Bij mijn eigen kaartendek had ik het niet makkelijk om daar een benaming aan te geven. Het is uiteindelijk de bewuste mannelijke en vrouwelijke energie geworden. En daarnaast ook de transformerende mannelijke en vrouwelijke energie. Misschien verandert dat nog. Ik ben intussen nog verder aan het werken aan mijn proefdek. Dus neem van wat meer tijd in beslag. Nu zeker, hè, met alles wat er gaande is in de wereld. Gaat het allemaal wat trager. Maar dat is om een of andere... Ja, dat heeft een reden. Hè. Dat is nodig. Zij vanuit haar vrouwelijke energie... De geliefden, wauw. Bij haar gebeurt er heel veel. De hoogte van het hart. Ze wordt wel heel erg geïnspireerd. Haar vrouwelijke energie. Zij wordt uitgedaagd om echt die lotus die je hier ziet, of lotussen die je ziet, om zich open te stellen. Zij zit al in dat proces van zich openstellen... dingen delen of hetgene wat zij voelt, wat haar wat haar eigen eigenlijk leven geeft. Hè? Om dat niet langer weg te stoppen. Ik ga even kijken naar een tweede en een derde kaart. De geliefden is pure hartsverbinding. Het is een beetje een uitdaging voor haar om zich puur op het gevoel te focussen. En niet zozeer op een bepaald verlangen in het aardse. Maar eerst de connectie van binnenuit, om die volledig te accepteren. Kijk eens aan de zon.
Dus het komt allemaal van binnenuit. Zoals je hier ziet op de kaart, hè, die figuur in meditatie. Het is belangrijk dat zij zich bewust wordt van haar eigen kracht. Dat zij leert om meer plezier te hebben in het leven. Om te genieten van de dingen. Om te genieten ook van de connectie. Hoe raar dat dan misschien ook klinkt. Maar ook al is er geen direct contact. Of gebeurt er niet echt veel in het aardse. Dat zij dat accepteert dat er een verbinding is. En daar even die rust in vindt. En ook voor haar eigen energie gaat zorgen en daar plezier uit gaat halen. Dat het vermoeiende stukje mag zij nu echt achter zich laten. Het is alsof zij het nog altijd niet makkelijk heeft om positief te denken. Om het positieve van de connectie te zien. Nog steeds vasthoudt aan het zwaardere stukje. En dat was in de vorige legging ook zo. Op een of andere manier kwam dat ook naar voren. Dat zij eigenlijk een beetje bang is dat de dingen zich gaan herhalen, terwijl er heel veel lessen zijn geleerd en dat zij zich mag focussen op het positieve, op de hartsverbinding en dat die er altijd zal zijn, wat er ook gebeurt. Zeker als je van een hogere connectie praat. Maar vanuit onze vrouwelijke energie is het ook belangrijk dat wij zorgen voor onszelf, de liefde die we mogen ervaren, dat we daar vooral eerst en vooral van gaan genieten. Dat we ons niet te veel gaan focussen op een relatie of een heel specifiek iets in het aardse stukje, maar vooral het gevoel, het leren genieten van hetgene wat we voelen, ook voor onszelf, hè? Uiteraard voor de ander, maar voor onszelf en de verbinding die we hebben met de ander. Ook al is dat puur vanuit de energie. Derde kaart. De ridder van munten. Dat is vooruitgang. Een heel stabiele energie. Zeer, zeer mooie kaarten hier aan haar kant. Dat is wel een voorwaarde. Als zij durft zichzelf open te stellen, durft te genieten van bepaalde dingen, dan gaat zij voelen dat ze iets heel stabiels voor zichzelf opbouwt. Dat is een iets tragere energie, maar op langere termijn geeft dat heel veel zekerheden en stabiliteit. Wat ik vooral bij die zon krijg, is een stukje heling van hartepijn, maar niet vanuit de connectie. Eerder vanuit vorige relaties, dat kan ook zijn, hè, relaties met vrienden, familieleden, ouders. Hier wordt iets geheeld. Vraag me niet hoe ik daarbij kom, maar ik merk dat zij zich eigenlijk niet bewust is van het feit dat zij nu eindelijk bevrijd wordt van oude pijn, net door die pure hartsverbinding. Daar waar zij voorheen relaties heeft gekend, of het nu met familie is geweest, of in vorige liefdesrelaties. Daar was het toch altijd wat harder. En nu komt zij in die heel zachte energie. En is het voor haar belangrijk dat zij die energie goed gebruikt voor zichzelf. Ofwel om iets op te bouwen, of gewoon om haar eigen leven een vast ritme te geven. Om weten dat het niet in extremen kan omhoog gaan en dan weer naar beneden, maar dat er een veel stabielere energie voor haar open ligt. En als zij zich op het positieve focust en op de hartsverbinding, dan gaat zich dat stabiliseren en dan gaat zij merken dat het niet zo in extreme ups en downs gaat, maar dat haar leven eigenlijk een stukje rustiger wordt, maar ook betrouwbaarder daardoor. En dat is ook dan vertrouwen hebben in zichzelf en in het positieve van het leven. Ja, en als je af en toe de kat op de achtergrond hoort, die wil zich ook laten horen. We gaan eens kijken hoe zij kijkt naar de persoon in de mannelijke energie.
de gehangene. Dus zij ziet hem nog altijd als een persoon die wel tot bepaalde inzichten komt, dat wel. Maar alsof hij nog op dit moment zichzelf mag bevrijden van iets. Zich nog definitief mag bevrijden van iets. Alsof dat hij nog een beetje af en toe in zijn denken schiet. Nu, dat zie ik hier ook een beetje met deze kaarten. Er wordt iets doorbroken of hij leert op een andere manier te denken. Want dat gaat hij altijd een beetje hebben, meer die mentale energie die aanwezig is. En op een andere manier leren denken, de dingen anders durven zien. En ja, zij voelt dat ergens, dat hij tot bepaalde inzichten komt. Best wel grootse inzichten blijkbaar. Maar dat het voor hem niet altijd makkelijk is om de controle los te laten. Ik zal het daar even bij houden. Dat hij dit moment gewoon af en toe mag zeggen van ik hou me niet te veel vast aan iets wat ik wil bereiken. Ik, inderdaad, wat er hier bij hem wordt weergegeven. En ik leef een beetje van dag tot dag en ik zie wel wat er op mijn pad komt en ja, op het moment zelf hoe ik daarmee omga. Dat is zijn les en dat voelt hij op een of andere manier, dat hij dat nog wat meer mag loslaten, die controle. Ik vind het alleen maar heel mooie boodschappen en zijn dingen die ze aangeven dat er iets beweegt. Hè? Dat het allemaal een andere vorm aanneemt. Dan, hoe kijkt zij naar de connectie? Of hoe voelt zij zich in de verbinding? Kijk eens. De vier van inspiratie, de vier van vuur. Heel veel vuurkaarten, hè? 1, 2, 3, 4, 5. Dit is de zesde. Dit is eigenlijk het samenkomen. Nu hier zie je vier personen. Het is de vier van staven eigenlijk. Dus zij kan dat wel voelen dat er een ik ga nog niet spreken van een unie of een vereniging, maar wel een deelnemen vanuit een eenzelfde energie. Ik weet niet goed hoe ik het moet omschrijven. Het is alsof ik heb het gevoel dat er afstand nodig is, maar dit is een heel zachte energie. Hè? Ik zie geen extreme spanningen of de ene die de andere wegduwt. Nee, beide zitten gewoon heel mooi in hun eigen energie. En het lijkt alsof dat nodig is om binnenkort, we zullen wel zien wanneer dat gebeurt, om dan toch op een andere manier te gaan communiceren, op een andere manier te gaan samenkomen, vanuit een eerder wat vriendschappelijke energie. Van ja, ik erken de ander erkent mij, vanuit een bepaald samen zijn, vanuit een heel rustige energie. En niet zozeer vanuit, ik heb de ander nodig of iets dergelijks. Maar gewoon van, wij zijn gewoon gelijk. Wij zijn één. We hebben elk onze eigen energie. En als we samenkomen, dan vormt dat uiteraard één geheel. Maar wat ik hierbij voel, is het omgaan met elkaar. Dat heel belangrijk is en dat zij dat vooral voelt. Dat er dat beiden in de energie wel dichter bij elkaar komen, maar dat het nog even tijd vraagt, omdat er dan op een andere manier gecommuniceerd zal mogen worden, omdat de tijd, tussen haakjes de tijd, het vraagt. Communiceren, maar gewoon met elkaar omgaan. Dat hoeven niet altijd woorden te zijn, maar gewoon hoe je je opstelt ten opzichte van de ander. Daar zit een grote verschuiving aan te komen. En zij voelt dat beide energieën worden klaargemaakt om vanuit een vooral vriendschappelijke, vriendelijke energie, dat is het vooral,
Gewoon een heel vriendelijke en open energie terug de ander toe te laten. Ook al is het ook puur vanuit de energie te zeggen van oké, ik accepteer de ander net zoals dat bij haar belangrijk is om net die hartsenergie te voelen, die hartsconnectie te accepteren. Dat zij dat nu ook voelt in de connectie, dat er ergens een samen zijn is, wel in de energie. En dat het voor haar ook belangrijk is om daar heel open en vriendelijk en zacht ook in te gaan staan. Dus dat is volgens mij het stukje heling wat ik voel. Dat hij haar helpt om daar zachter in te worden. Om in die stabiliteit te komen van die vuurenergie. Dat zij misschien zelf ook leert om met anderen om te gaan. Stel dat je als vrouw dat je meer contacten gaat zoeken met vrouwen die toch werken aan zichzelf, zich op een bepaald spiritueel vlak begeven, dat je vanuit je vrouw zijn dan, of vanuit je vrouwelijke energie voor de mannen, je kan verenigen met anderen en dat je daar sterker in maakt, dat je daardoor ook gaat groeien als persoon vanuit je eigen energie, maar dat het dan blijkbaar, want het is nog altijd de connectie. Hoe meer je richt op je vrouwelijke energie en wat je kan doen voor jezelf vanuit je vrouwelijke energie met anderen, dat dan een zeer positief effect heeft op je connectie. Of hoe je in verbinding staat met de ander. Dan ga ik nog eens kijken naar een boodschapje van haar hogere zelf. Iets waar zij zich misschien niet bewust van is. Maar wat ik jullie wel mee mag geven. De schildknaap van inspiratie. Alweer vuurenergie. Dit is op een andere manier dingen gaan aanpakken. In haar eigen stukje, in haar eigen leven. Zij... Die vrouwelijke energie, die wordt steeds sterker. Zij komt in haar vrouw zijn, in haar natuurlijke staat, van vrouw zijn. En zij is daarin aan het openbloeien. Als het echt gaat, nu ook voor de mannen, die eerder vanuit hun vrouwelijke energie op dit moment in het leven staan. Er is een openbloeien, het openkomen van een bepaalde energie, vandaar ook de zon hier. Plezier hebben, het fijne opzoeken, het rustige opzoeken, wat jou een heel fijn, rustig zengevoel geeft. En je bewust worden van het feit dat je niet alleen als vrouw, maar vanuit je vrouwelijke energie aan het openbloeien bent, dat je aan het openkomen bent en dat je van daaruit, vanuit die energie, iets kan ondernemen of dat jou gaat verder helpen om iets heel nieuws tot stand te brengen. En ik ben maar de kaartjes aan het schudden, omdat ik het gevoel heb dat ik nog niet alles heb gezegd. Ja, het is puur haar vrouwelijke energie. Het openkomen van zij zelf als persoon, vanuit haar gevoel, vanuit haar intuïtie, vanuit wie zij is, haar natuur. Het vruchtbare stukje, want dat is het ook een beetje. Wat kan zij tot stand brengen? Waar is zij goed in? Wat mag nu naar buiten komen? Of wat mag zij nu naar buiten brengen? Wat mag zij tot stand brengen of wat mag zij... het is een beetje een start. Ik zie hier een heel nieuwe energie die vorm krijgt of die de komende tijd zal vorm krijgen waar zij iets mee kan doen. Oké, en als afsluiter nog 3 kaartjes. Nu, dat is een beetje een voorwaarde. Misschien ga ik eerst 2 kaartjes trekken voor beide energieën. Ja. En Poes die wordt eventjes actief, dus ik laat haar gewoon maar doen.
Je krijgt op dit moment even geen aandacht en dan doet ze er alles aan om die wel te krijgen. Dus ik heb intussen al door dat ik dat beter negeer dan daarop te reageren. Vanuit de mannelijke energie, wat is zijn uitdaging? We gaan daar nog even naar kijken. Zijn uitdaging, nu in de komende tijd... Oké. De 6 van munten. In zijn eigen leven zorgen dat zijn relaties in evenwicht zijn. Dat hij inderdaad niet meer geeft dan hetgene wat hij krijgt. Dat alles in evenwicht is. Justice, gerechtigheid. Het zou best wel eens kunnen. En nu ben ik ineens heel vlug aan het praten. Dus dat zal iets zijn op korte termijn. Maar iets wat heel snel afgehandeld ook zal zijn. Hij die door die karmische les die hij heeft geleerd anders gaat omgaan met anderen, ook datgene gaat vragen waar hij recht op heeft, of datgene zelfs gaat eisen bijna waar hij recht op heeft. Maar hij heeft hier ook iets overwonnen voor zichzelf. Deze persoon lijkt mij door een heel... Ik wou zeggen alleen stukje, zodat hij zich heel lang alleen heeft gevoeld of zich op dit moment nog steeds een beetje alleen voelt. Maar het is meer dan dat. Het is alsof dat hij eigenlijk in een soort van bezinning is gegaan, zich is gaan bezinnen over bepaalde zaken. En dat hij nu, als hij naar buiten komt, dat zal zijn uitdaging zijn om ervoor te zorgen dat die zaken inderdaad in evenwicht blijven. Zijn eigen energie in evenwicht. Dat hij zich verbindt met dingen of met mensen die hem erkennen vooral. Erkennen en niet langer van hem profiteren. Daar waar eigenlijk liefde is, hè? Maar dan vooral in het accepteren van de ander en het respecteren vooral van de ander. Dat is voor hem... nu en de komende tijd belangrijk. En dan voor haar. Goh, de 10 van voices. De 10 van zwaarden. Nu, vele mensen schrikken als deze kaart komt. Maar ik vind dat eigenlijk een heel positieve kaart. Want dat wil zeggen dat er in haar leven iets is gebeurd waardoor zij... klaar is met iets. Dat zij kan zeggen, oké, het is genoeg geweest. Ik ga op mijn eigen manier verder. Ik heb geprobeerd om mij aan te passen aan anderen. Ik heb heel veel dingen geprobeerd. Om er toch iets van te maken. Maar blijkbaar heeft zij toch telkens het gevoel gehad dat de ander haar gebruikte of van haar profiteerde. En dit is vooral in het mentale stukje, hè, dat zij dat loslaat en zegt van oké, dit is het laatste geweest wat ik heb toegelaten. Nu zie ik de dingen veel helderder. Ik ontdoe mijzelf van alle pijn. Zoals ik daarnet zei, misschien vanuit vorige relaties of vanuit mijn jeugd. Of dat kan ook vanuit vorige levens zijn. Ik ontdoe mij van al die pijn. En met alle inzichten die ik heb gekregen, positief, hè, vanuit vorige relaties, alle inzichten die ik heb gekregen, die ga ik positief gebruiken. Dat is haar uitdaging, om dat wat haar heeft geraakt, om dat positief te gebruiken in de toekomst. En ja, daardoor de dingen helder te zien en eigenlijk een nieuwe start te maken. Dus haar wordt eraan gegeven dat zij de kans krijgt om een heel nieuwe start te maken vanuit een sowieso een andere energie, maar met een totaal andere kijk op de zaken. Zij heeft een verschil gemaakt of leren maken tussen licht en donker. Wat goed is en wat niet goed is voor haar. Wat zwaar weegt en wat licht is. Of wat vanuit het mentale komt of wat net puur liefde is. En zij maakt zich eigenlijk klaar om zich open te stellen daarin. Dus om niet meer in dat mentale te blijven zitten, zich geen zorgen meer te maken, zich niet meer te laten kwetsen of zich niet meer te laten gebruiken, misbruiken of wat dan ook. Dat kan in eender welke situatie zijn of alle pijnen die zij
Alle dingen die haar hebben geraakt in haar leven, om dat los te laten en vooral die energie te voelen. De energie van de geliefden. En blijkbaar is het voor haar vooral belangrijk om dat te voelen. Dat er heel mooie, warme, liefdevolle connecties zijn. Met meer dan één persoon, hè? Want we kunnen een soulmate hebben, een zielsverwant. Meerdere zielsconnecties in ons leven. Over meerdere levens. Dus, ja. Ja, en terwijl ik nu toch bezig ben, ik ga toch maar even kijken wat daar eventueel het resultaat van is. Als beide die uitdaging aangaan. Even aan zijn kant. Dan krijgen we de wijze, de priester. Ja, degene die de wijsheid in zich draagt. Dus hij komt dan echt tot een enorm... tot het licht in zichzelf, eigenlijk. Dit vind ik supermooi. Als hij ervoor zorgt dat hij eerst zijn eigen leven in evenwicht brengt. Dan gaat kijken vanuit de lessen die hij heeft geleerd. Hoe hij zich opnieuw kan verbinden met anderen. Maar op een heel respectvolle manier. Dan gaat hij een bepaald licht in zichzelf ontdekken. Gaat hij een bepaalde wijsheid in zichzelf ontdekken. Gaat hij ook vanuit die wijsheid. Dus dat wil zeggen dat hij dan door kan groeien. Dat zijn ziel ook... Dat hij meer contact gaat kunnen maken met zijn ziel. En wat hij voelt en wat hij in zich draagt. En dat naar buiten kan brengen. En volgens mij gaat hij dan heel makkelijk met die vrouwelijke energie contact kunnen maken. Dus we gaan eens kijken wat dat bij haar mogelijk weer geeft. Als zij alle pijn loslaat, dat ziet als inzichten die zij heeft gekregen. Kracht. Kijk eens aan. Hij puur in zijn wijsheid en in zijn licht. En zij puur in haar kracht. Dat wil zeggen dan dat zij een behoorlijk lange weg heeft afgelegd, maar dat haar net heel krachtig heeft gemaakt. Moedig ook. Moedig. Iets waar zij dan trots op mag zijn eigenlijk. Hè? Dat zij daar gewoon staat. Dat zij de dingen heeft doorgemaakt en dat zij daardoor alleen maar gegroeid is. Of krachtiger geworden is. En nog eentje om af te sluiten. Kunnen beide energieën samenkomen? Of wat is dan de energie die over en weer gaat tussen beiden? Twee van inspiratie. Alweer vuurenergie. Het geeft voor mij aan dat er een keuze zal worden gemaakt. Of dat er... Ik zie het eerder als een overleg. Zo van, wat zijn onze mogelijkheden? Even afstand nemen van de situatie. Even van op een afstand misschien nog naar de ander kijken. Maar op een zeer positieve manier. Zo van, wat kan ik hier nog meer uithalen? Het is alsof dat beide energieën op zoek gaan naar... Wat zit hier nu nog onder? Wat zit hier meer in? Want we kunnen wel denken van... Oké, we willen eigenlijk samen zijn... Of we willen heel graag een liefdevolle relatie. Maar als we hier spreken over een zielsconnectie, dat is een heel diepe verbinding. En dit is voor mij een beetje het ontdekken. Of het op zoek gaan naar die diepere betekenis. En ik krijg steeds het woord overleg. Dus het zou kunnen zijn dat daar... Dat hoeft niet altijd vanuit een gesprek te zijn, want dat krijg ik er niet onmiddellijk bij. Ik denk niet dat twee mensen gewoon recht tegenover elkaar gaan zitten en zich gaan afvragen van wat betekent dit nu eigenlijk. Dat het eerder een uitwisseling is van, oké, wat kunnen we hier nu samen doen? Waarom zijn we elkaar tegengekomen? Of hoe kan ik beide energieën in mezelf gebruiken om iets meer of iets beters te... nog te creëren in mijn leven. Wat is daar de diepere betekenis van? Dus deze drie kaarten, ik vind ze heel mooi. Ik ben blij dat ik ze erbij heb gehaald. Aan zijn kant vooral de wijsheid, aan haar kant vooral de kracht. En dat leidt vooral tot inspiratie, maar vooral mogelijkheden. Wat is er nog meer mogelijk?
Hoe kunnen we hier nog dieper induiken, nog meer uithalen? Oké, ik ga het hierbij houden. Nu, voor wie de video van de volle maan van afgelopen weekend niet heeft bekeken, ik wil iedereen bedanken voor de steun, voor de berichtjes, voor de mailtjes die ik helaas niet allemaal heb kunnen beantwoorden, ook jullie telefoontjes, voicemailberichtjes, jullie persoonlijke kaartjes ook en kleine giftjes, jullie donaties. Het doet me zoveel plezier. Ik vind het ook heel fijn om bepaalde dingen met jullie te delen. Hoe fijner dat ook voelt voor mij, hoe makkelijker dat ook is. En ik heb steeds meer het gevoel dat we een beetje een familie aan het vormen zijn. Omdat ik ook heb gezien via mijn YouTube-kanaal dat steeds meer dezelfde mensen terugkomen. Misschien groeit het aantal abonnees niet meer zo sterk, maar het zijn wel steeds dezelfde mensen die naar de video's kijken. Dus we zijn als het ware een beetje een familie aan het vormen. Steeds diezelfde mensen die zich herkennen in wat ik hier ook vertel of wat de kaarten laten zien. Maar ook in de energie dat we ook iets delen en dat we er, al is het op een afstand inderdaad, dat we er wel zijn voor elkaar. En dat vind ik super mooi. Dus ik wil jullie echt nog eens bedanken voor jullie reacties en voor jullie begrip. En om mij te volgen ook. En als je voor de eerste keer kijkt naar een van mijn video's, abonneer je gerust. Ook nog eens meegeven. Abonneren is volledig gratis. Dat is gewoon, dan volg je mij en dan word je op de hoogte gehouden van nieuwe video's. Zeker als je ook het belletje aanklikt, dan krijg je telkens een melding als ik een nieuwe video plaats. Dus, dankjewel voor het kijken. Ik ben zeer benieuwd naar jullie reacties. Geef me zeker een likeje. Niet onbelangrijk om de video toch een krachtig in mijn kanaal te plaatsen. En klik zeker ook eens door naar de video's die ik intussen 1 of 2 jaar geleden heb geplaatst. Omtrent de zielsconnectie. En hopelijk heb je daar wat aan. Dankjewel voor het kijken. Zorg goed voor jezelf. En tot heel snel. Heel veel liefs. Dag.